Mensen, we zijn nu onderweg naar Gerlos, dus dat is leuk. En dan ga ik jullie meenemen in deze reis. En we gaan zo nog langs München komen. Dus dan kan ik ook nog het stadion misschien filmen, weet ik nog niet zeker. Dus gewoon bij Münchenstadion. Dus leuk. Dus ga ik zo nog meer zien. Dus. We hebben nu een lekkere meisje. Lekkere pretzel. En net zoals gisteren. Lekker broodje met ham. En een lekker stukje cake. En een Nutella. Het was lekker. We hadden zo meteen weer weg. We hebben drie uur rit. En dan zijn we aangekomen in Gerlos. Dus ik ga jullie daar weer naar meenemen, net zoals gisteren. Vergeet natuurlijk niet te liken en te abonneren. Dat zeg ik later. Kijk, dit is München. Hoe is dat? De toren die daar staat. Ja, die toren. Dat is wel een bekende toren. Ja? Een soort Euromast. Nou, oh, cool. Hebben we München staan die anders niet gespot? Ja, dat is wel gespeeld. Gespot. Dus dat gaat nog wel gebeuren, hoop ik. Dus, zie je me zo. Ciao. Hier achter die bomen is het Münchenstadion. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Nee, Allianz Arena. Waar dan? Hier. Oh ja. Zo. Ah, mooi stadion hoor. Ja, samen staan we aan, mooi. Dat klopt. Ja. Ja, dan komt dit nog wel. Precies. Mooi stadion. Mooi stadion. Ja. We hebben hier ook lekker de roze koeken. Ja. Lekker. Mooi die ook, is. Je kan beter voor de zekerheid ook hier zijn. Super mooi. Dus we zijn er bijna bij de haarspelbocht. Dan ga ik nog een timelapse maken. Dus ja, dan ga ik in het midden. Dus top. Ik kan er niet al deze weer. Stop. En verder weer mooi. Hier is een mooi beetje. En we gaan naar de zee. Dus top. En dan gaan we zo weer verder. Naar de haarspelbochten. Ja, we komen nu Oostenrijk in. Republiek Oostenrijk. Kijk. Mooi hè. Ik ga het op de schieten doen. En nu lekker Oostenrijk. Dus nu nog een klein stukje in Oostenrijk rijden. En dan zijn we er. Dus leuk. We gaan nu de berg in. Kijk. Mooi. Kijk, nu zitten we in de berg. Gewoon in. Mooi. We zijn hier nu. Gaan we naar de haarspelbocht. Ik heb niet mee kan pas opstaan. Kijk, mooi hoor. Ja, ik zag het. Mooi hoor. We gaan nu de haarspelbocht doen, dus dan komen nu de timelapse aan. We zijn nu even bij de beek gaan staan. Kijken of we nog wat forellen kunnen zien. Want we zwemmen hier best veel. In dit soort stromende dingen. Mooi, daar zitten we. Daar is het hotel. Hier is dat beekje. Dat is mooi. Dus ik hoop
dat jullie het heel leuke vlog gaan vinden. We zijn hier nu in Oostenrijk. Heel mooi. Oostenrijks landschap. Dus zie ik jullie zo. En nu even aan het wandelen langs de beek. Dus we gingen naar het restaurant. Hoe heet het restaurant? Riederhoven. Riederhoven. Gingen we wandelen. Gaan we wandelen. Het is een heel mooi ding langs de beek. Dus ja. Slang. Zo. Is het mooi? Hier, waar zie je die vier van? Slang. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vinden. Ik vind dat in ieder geval een hele leuke dag. Want we gaan morgen misschien vissen, weet ik nog niet zeker. Dus dat vond ik ook leuk. Op forel, dat kan je heel goed doen in Oostenrijk hier. Dus ik hoop dat jullie het een hele leuke vlog vinden. Vergeet natuurlijk niet te liken en te abonneren. En dan zeg ik later.